What's up en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Snatched. Vandaag staat alles in het thema van sneakers en gaan we samen met Zalando op zoek naar een gepaste outfit op een favoriete sneaker. Dit doe ik niet alleen, maar ik heb twee superleuke guests die mij vergezellen. Hakim. Yo. En Clara. Volgende week trekken we naar Sneakerness in Rotterdam. Wat is je favoriete sneaker? Nu momenteel echt Terra Hotstep, de Nocta of Drake collab. Vind ik heel leuk, zit heel goed en ik voel hem wel. En wat is uw favoriete sneaker? Ik heb gekozen voor een classic, maar dan een mix met een collab. Dus ik heb gekozen voor de Air Force collaboration met Travis Scott. Ik vraag me af, hoeveel sneakers heb je eigenlijk? 200, 300 paar misschien. Dus ik, en als ik nog single en poppin was, had ik er heel veel meer, maar ik heb er heel veel verkocht. Ik ga eerder zitten tussen de 180 en 200, zoiets. Mijn mama is al boos als ik er 20 heb. En wat is dan uw eerste paar dat je echt zo heel trots op waart? Dus ik ben zo op allemaal trots als ik een paardje koop, of dat nu een goedkoop of een duur is of zo. Voor mij is dat gewoon de looks. Als ik zoiets heb van, die ziet er cool uit, dan ga ik ervoor. En dat ik ze heb, dan baseer ik mijn outfit daarop. Bij mij waren dat de Jordan 1 Shadows. Toen ik die kon halen, was ik zo blij. Het was echt een crazy shoe. Wat is je duurste paar dat je thuis hebt staan? Een van die eerste self-lacing shoes. Die kostte 750 euro, denk ik. En dat was meteen ook de grootste miskoop van mijn collectie. Want dat is echt, ik heb die één keer gedragen. Ik vond ze afschuwelijk als ze toekwamen. Ik kreeg dat ook niet verkocht, want dat is belachelijk duur. Iets meer dan 2000. Die kwam van Amerika, dus ik heb daar superveel import fees op moeten betalen. Het was de Travis Jordan 1 hype. Hoe belangrijk is je outfit om te complimenteren met je schoen? Toch wel vrij belangrijk. Nu tegenwoordig je sneaker wel zo je dingen is, je paradepaardje waarmee je gaat showen. Ik ga de app openzetten op zalando.be/streetwear en dan is het eigenlijk aan u volledig om een outfit te kiezen. Ik ga de Air Force Travis Scott meenemen volgende week. Ik kijk meestal voor broeken eerst. Ik ga altijd kijken bij de mannen ook. Daar zijn de broeken baggier. Ik denk dat ik sowieso een hemdje wil aandoen met ruitjes. Dus hemdje met ruitjes. Super basic, maar zo vind je wel altijd de meeste dingen terug. Ik wil sowieso een jas, maar ik heb geen idee welke jas. Gewoon alle jassen doorbladeren. Exactly. Dat zijn er heel veel, though. Alright, top. Dan denk ik dat het aan Hakim is om een outfitje te zoeken op Zalando. Ja, eerst kijk ik hoeveel ik op mijn bankrekening heb staan. Nee, maar voor mij broeken zijn het moeilijkste om te vinden. Heb je dan zo go-to brands waar je altijd naar kijkt? Ja, sowieso altijd Nike. Dat is mijn go-to brand, zowel in sneakers als in clothing. Dan ben ik heel benieuwd naar jullie outfits en dan zie ik jullie volgende week op Sneakerness in Rotterdam. Oké, let's go. Hakim bouwt zijn outfit rond de Nocta Nike Hotstep Black. Deze schoen is een samenwerking tussen Nocta, het merk van Drake, en Nike. Het is de eerste colorway van velen die nog gaan volgen. De schoen kwam afgelopen jaar uit en is een enorm succes door de retro looks van Nike en de minimalistische aspecten. Hakim combineerde deze schoen met een geklede Nikebroek, een knit van Market en een oversized Tommy Jeans shirt. Clara koos voor een staple piece met een twist aan. Ze bouwde haar outfit rond een Nike Travis Scott Air Force One Low. De Nike Air Force One is een schoen die we allemaal wel kennen. Hij komt voort uit de basketbalwereld en dateert van het jaar 1982. De toevoeging van Travis Scott aan het model zijn enorm geliefd bij het grote publiek. Clara combineerde deze outfit mooi op basis van kleuren. Haar outfit maakt ze compleet met een jeans van Karl Kani, een overhemd van Solid, een muts van Tommy Hilfiger en een tasje van Carhartt. Somebody gotta do it. These, that's a bet. 1500 all hundreds folded, that's a bet. Hey, they can't stop it, just cop that sold it, that's a bet. Hey, secure the bag, remove the tag, know that that's a bet. Ain't no chick watching, pop and hold it, that's a bet. Hey, 1500 all hundreds folded, that's a bet. Hey, they can't stop it, just cop that sold it, that's a bet. Hey, secure the bag, remove the tag, know that that's a bet. We zijn hier vandaag op Sneakerness. Jullie hebben allebei een prachtige outfit aan. Zit er een verhaal achter je sneaker dat je vandaag aan hebt? Ik ben een fan van Drake, zowel van wat hij muzikaal doet als op fashion vlak. Ik heb de Travis Air Forces, ik wou die al super lang hebben. Een paar maanden geleden heb ik die voor een super goede prijs kunnen vinden en ik heb die meteen gekocht. Jullie hebben allebei veel merk aan. Is merk belangrijk voor jullie? Vroeger kocht ik een merk om erbij te horen, zeg maar. Met de jaren ben ik ook wijzer geworden. En zij merken niet per se iets wat ik moet hebben of zo. Het moet niet echt per se een merk zijn. Ik ga liever meer geld uitgeven aan mijn schoenen dan aan mijn kleren, eerlijk gezegd. Beschrijf uw stijl in 3 woorden. Flex, flex en flex. Comfy, baggy en layers. Hoe
Hoe starten jullie meestal om een outfit te bouwen? Eerst shirt, dan de broek kijken en dan de schoenen meestal. Dat begint bij mij met de schoenen die ik aandoe. En daar ga ik mijn outfit rondbouwen. Dus ik heb thuis heb ik echt een stuk of 15 paar schoenen, allemaal verschillende paradunks. Ja, als dat dan iets rood is, dan steek ik daar meestal een witte broek op of zo. En dan probeer ik dat een beetje te matchen. Meestal wel op mijn schoenen. We kijken wel wat erop bij past, welke kleuren erbij passen. Ik begin sowieso met een schoenenpaar. En vanuit daar kan ik een beetje op de kleur gaan inspelen. Ik begin met mijn broek. En daar ga ik uitbouwen. Ja, normaal dus vanuit de schoenen en dan mijn outfit. Maar vandaag eerst mijn outfit en daarbij de schoenen. En waarom deze schoenen vandaag? Nou, een beetje oranje hier en hier. Ik denk patta is key, man. Ik kijk eerst naar die patta wat is en daarna checken we gewoon wat past erboven. Als je je stijl zou moeten beschrijven in drie woorden, welke drie woorden zou het dan zijn? Wel chill, makkelijk en ik probeer kleuren goed bij elkaar te passen. Niet echt één woord, maar... Basic, skater, gaande, wel lauw, ja. Skater, streetwear, een beetje relaxed. Ik draag ook wel vaak gewoon een joinspak, toch? Gek. Kleurrijk en oversized. Basic, streetwear en oversized. Eigen, tijdloos en relaxed. Stoer, maar ook vrouwelijk. En oversized. Best chachi boy. That's it, dat was het dan voor vandaag. En vond je deze aflevering leuk? Kijk dan zeker naar onze vorige aflevering. En als je nog een outfit nodig hebt, weet je waar je kunt vinden. www.zalando.be/streetwear. See you next time.